Thomas Verhaar, vandaag de allereerste training van het nieuwe jaar. Onder leiding van Dick Advocaat. Hoe was dat? Energiek. Was leuk. En ik denk dat iedereen ernaar uitkeek om weer te beginnen. En onder een nieuwe trainer is dat altijd net wat anders dan onder dezelfde trainer. Hoe gaat het dan vanochtend als je je meldt op de club? Nou, ik moet zeggen dat het niet heel anders was dan normaal. Je komt elkaar tegen en je wenst elkaar gelukkig nieuwjaar. En op een gegeven moment kwamen de trainers. En toen heeft de hoofdtrainer even zijn zegje gedaan, zichzelf voorgesteld. En gezegd wat de plannen zijn en wat hij wil gaan doen. En daarna zijn we gaan trainen. Dus eigenlijk niet zo bijzonder. Hoefde hij zich voor te stellen? Iedereen wist denk ik wel wie het was. Ik denk dat het meer andersom was, dat jullie aan hem moesten voorstellen. Ja, dat denk ik ook. Maar iedereen weet wie hij is. En ik denk dat iedereen het bijzonder vindt om dit mee te maken. Voelt dit voor jou misschien ook wel weer als een nieuwe kans die je misschien via hem gaat krijgen? Nou ja, ik denk dat het voor iedereen is. Hè. Een nieuwe trainer heeft altijd misschien wat andere dingen. En de afgelopen tijd waren voor mij natuurlijk niet de leukste. Het was niet de leukste tijd bij Sparta. En dat zou nu weer kunnen veranderen. Maar goed, de vorige trainer was ook niet gek. En we gaan gewoon zien wat er gebeurt. Ik heb er in ieder geval veel zin in. Hoe bedoel je, hij was niet gek? Je zat terecht op de bank, bedoel je het zo? Nee, zo bedoel ik niet. Nee, ik bedoel te zeggen dat hij veel goede dingen heeft gedaan. En dat hij trots kan zijn, dat we met z'n allen trots kan zijn op wat hij hier heeft neergezet. En de resultaten waren dit jaar minder. En daarna heeft het bestuur besloten om hem te ontslaan. En we hebben nu een nieuwe trainer. Wat je zegt, een nieuwe kans voor iedereen. Aan het einde van de training nam hij jou even apart. Wat zei hij? Ik advocaat Real. Ja, maar dingen die over voetbal gaan. En ik denk dat iedereen een beetje probeert te leren kennen. En dat doet hij met mij, dat doet hij volgens mij ook met andere spelers. En ik ben benieuwd wat de komende tijd gaat brengen. Heb je het idee dat hij jou kan oppoetsen, dat hij jou kan raken? Ja, al had ik dat idee bij de vorige trainer ook. En ik was gewoon klaar om een kans te grijpen. En dat ben ik nu ook weer. Wat ik net zei, ik kijk met veel goede moed naar de komende periode en ik heb er veel zin in. We hoorden Dick Advocaat vorige week op de persconferentie dat Sparta dood was. Dat vertelde hij naar aanleiding van eigenlijk die wedstrijd die tegen Groningen en Feyenoord had gezien. En je ziet wel vandaag met zijn komst dat de club leeft. Ja, ik denk dat komt omdat je het grootste gedeelte van de trainingen niet hebt gezien afgelopen jaar. Want daar zaten ook trainingen bij waar de vonken vanaf sprongen. Maar goed, het is gewoon zo dat wanneer iemand komt die nieuw is, die voor de groep staat, dat er dan iets gebeurt. En dat was inderdaad vandaag denk ik ook wel merkbaar.